Gaan die normaal geen rol van betekenis spelen voor het klassement. Dumoulin die staat zesde op 1.24. Dat zijn dus de mannen die eigenlijk afgescheiden staan van de rest. Weet waar hij mee bezig is. Ook elk jaar groeit en eigenlijk de ambitie heeft hij toch een beetje overtreffend. Goed, het is een hele achterstand, maar komst momenteel, dan is die achterstand van 1.24 nog niet zo gek. Maar blijft het feit dat hij vooral voorbij Thomas moet in mijn ogen. Een huzarenstuk dat hij hier staat na serieuze smak in de Giro d'Italia. Ja, als je die val zag. Ook in de voorjaarsploeg bij Van Avermaet en Gilbert. Ja, nog een schatrenner. Iemand die vaak in dienst moet werken, maar als hij zijn kans krijgt, dan moet je toch opletten. Ja, mooie tijd toch. Als Zwitser in de top 5 eindigt in de tijd, Tim Bern. Maar Elmiger doet het ook meer dan behoorlijk. Ook zo'n man die vrij veelzijdig is. Vooruit zijn in de hiërarchie van Sky. Ze hebben de Froome, ze hebben de Poort, die ook bewezen heeft. Iedereen is vertrokken voor een tocht van 38,4 om Coppel. Jérôme Coppel die komt zeer dicht hoor. Maar Coppel die gaat derde worden voorlopig aan de meet. Nou, toch wel verrassend van de Fransman. Meer al gaan kunnen uit afleiden. Maar het is wel een eerste kleine indicatie. Peter Sagan. Twee keer ritwinnaar in deze ronde van Zwitserland. Wel een mooie tijd meer. En dan de leuke wereldtoerpunten op te snijden. Robert Geesink. Ja, behoorlijk hoor. Geesink is goed bezig. Voorlopig achtste op 40 seconden van Mallory. Daar. Goed dat je de tijdrit aanvangt. Hè. Ik zeg het, sommigen beginnen echt aan die tijdrit met mes tussen hun tanden en sprinten weg. Anderen zoeken even. Nee, ook inderdaad. Spilak dus. Hier is hij. Ja. Hier is Tom Dumoulin. Tom Dumoulin gaat die tijd van Mallory kloppen. En Mallory die kende nog wat verval. Dumoulin is uitstekend bezig. Niets op aan te merken. Maar Spilak neemt wel risico's in de bocht, zoals we hier zien. 34 seconden, dus Thomas is helemaal voorbij. En kijk eens, Thomas en Spilak die hebben exact dezelfde tijd. Alsjeblieft. Dan ziet het er heel mooi uit voor... Mensen virtueel. De Zwitsers en tijd, het is toch iets. Thomas 13 seconden voor Spilak, 14 seconden voor Opino. Maar die gaat nog meer verval kennen. Zeer interessant zijn. En Spilak die gaat Dumoulin afhouden. Met een minime voorsprong. Bob Jungels helemaal kapot. Maar wel een mooie tijd. Ja. Gaat er net voor Coppel blijven. Ja, derde plaats voor de Luxemburger op tijd. Thomas gaat op 7 seconden nu stranden voorlopig van Spilak. Dat hij zichzelf niets kan verwijten. Hij weet ook dat hij niet de klimmer is van het allerhoogste niveau. Dat ziet er toch mooi uit. Zeer goed doen, hè.
en zeer veel vertrouwen geven. Terwijl we zien dat boven dat Thomas toch weer een seconde extra heeft moeten toegeven en het nu weer terugvindt. Het is enorm spannend. In de einduitslag. Zeker en vast. Zo ziet het er trouwens naar uit. Hè? Ja. Pino die hier al een minuut aan zijn broek krijgt. Het zijn maar een paar seconden, het komt er niet op aan. Meestal niet, maar soms kunnen die wel heel belangrijk zijn, dat blijkt vandaag. Ja, gisteren die demarrage van Dumoulin, terwijl we hier Dumoulin zien met een mooie tijd hoor. Dumoulin verslaat Cancellara. Best verliezen. Ten eerste aan Dumoulin. En Morabito gaat die daar nog voorbij. Hoeveel verliest hij? 2,57. Ja, Morabito die gaat ook nog dichtkomen. De man die zevende staat. Zeer ontgoocheld, want het is eigenlijk alle twee, voor alle twee een kans van hun leven om een mooie ronde te winnen. Het zou de mooiste zegen worden in hun carrière. Zeker en vast, ja. Spilak gaat de tijd van Dumoulin niet verslaan. Dumoulin bijna zeker nu ritwinnaar. Spilak die gaat net aan Cancellara komen, of net niet. Net wel denk ik, ja. Dat moet lukken voor Simon Spilak. Een fantastische tijdrit. Ja, misschien wel de beste tijdrit in zijn carrière voor Simon Spilak. Hij verliest bijna 18 seconden, 48. Terwijl ook nog met 3 seconden. Dus ook daar is het een secondenslag. Ja. Onwaarschijnlijk. Ja, hij heeft nu nog 30 seconden. Nog 30 seconden voor Brian Thomas. Wie wordt het? Spilak of Thomas? En dan gaat het heel nipt worden. Wat een verrassing. 20 seconden nog. 20 seconden. Voor 300. 17, 16, 15 seconden. Het gaat hem net niet lukken, denk ik. Nog 10 seconden heeft hij. Nu nog 10 seconden. Nog 7 seconden. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. En het is Spilak die de Ronde van Zwitserland wint. Simon Spilak wint de Ronde van Zwitserland met een seconde nog wel 4, 5 voor op Geraint Thomas. Ah, nu wel. Daar is de vuist. Zo dat die drie anderen een fabelachtige tijd hebben gereden. Absoluut. Pino gaat in de top 15 eindigen. En dat op zich is uitstekend. Nou, deze ronde was misschien iets te kort om die tijdrijders van zich af te houden voor Pino. We hebben ook maar één bergrit gekend en zo Pino 14.